hier leg je een stukje geschiedenis van jou. Behoorlijk, ja. Ja. Maar, okay. Het is voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij, ja. Dat is het leven. Ja. Ja. Gelukkig hebben we nog een filmpje, Leen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Goed dat we lang zijn geweest om te filmen, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, trouw niet voor je 40 bent, hè, en alle geheimen van het huwelijk kent. Dus, Nee, meen je dat serieus? Had je dat zo bedacht? Nou, nee, maar ik wilde wel zo lang mogelijk vrijgezel blijven. Ik ben niet het traditionele figuur van huisje, boompje, binnen en kinderen, een beetje een kind. Hey Leen. Hallo. Dat is lang geleden. Ja, ik weet niet precies hoe lang, maar toch wel een jaar of 15, denk ik. Hier aan de overkant woonde jij en had jij een zaak, een juwelierszaak, en daar hebben we toen een reportage gemaakt. Klopt, inderdaad. En niet alleen over de zaak, maar ook over de hobby's van mijn vrouw en jukeboxen die ik thuis had staan en Amerikaanse meubels en zo, dat soort dingen. Al de verzamelingen? Ja, en dan in de winkel had ik ook nog een verzameling reclamehorloges. Ja. In de wc hingen er al ruim 400. Ja. Dat is lang geleden. Ja, man. We gaan eerst even kijken naar die reportage en dan praten we daarna verder. Dat is goed. Doe deze maar. Hou maar oom en hand dan vast. En die. Nou, gaan we die opzetten, hè? Dat is leuk. En Love Me Tender. Dat vind ik, ja. Ik hou meer van die love songs. De ene paar, er zijn wel wat rocknummers bij die ik wel leuk vind. Maar ik ben meer op de romantische toer. Vind ik leuk. En die top 3 die staat vast, die wijzigt niet? Nee, die wijzigt niet. Nee, dat is eigenlijk gekomen door het overlijden van mijn moeder. Huh? En die wilde Elvis horen als ze overleden is. En dat vond ze de mooiste. En hetzelfde geldt voor mij ook. Ze wilde de cape van Elvis over de kist, maar dat, ja, daar kon ik natuurlijk niet aankomen. Dus ik heb maar een kussentje bij haar neergezet. Ik vond hem eigenlijk zonde om te laten, dus ik heb hem maar weer mee teruggenomen. Ik heb hem weer uit de kist gehaald? Nee, hij stond aan het voeteneind, zeg maar. En nee, ik vond hem eigenlijk zonde om te laten verbranden. Dus ik heb hem toch maar weer mee teruggenomen. Ik ben zelfs in een echte Elvis Cadillac getrouwd. Die, zie, ja, die hebben ze sinds een jaar of 6, 7 hier bij een bedrijf in Utrecht. Wist ik niet, was een complete verrassing 3 jaar geleden. Ik zei natuurlijk, oh, dat moet je helemaal niet doen, dat is veel te duur. Ja. En jij had een beetje geld. Ja, dat was erg leuk. Toen ik weduwe werd, was ik 30 jaar. Ja, ik zei ook eigenlijk, trouwen doe ik nooit meer, maar ja. We hebben eerst 8 jaar samen gewoond. Ik had het er wel eens zo stiekem over. Denk, het lijkt me eigenlijk best wel leuk, maar goed. Hm. Maar bij Leen moet je niet lang zeuren. Dat komt alleen als het hem uitkomt. Oh, ja. Als hij dan ineens zijn hoofd krijgt, iets, het maakt ook niet uit wat. Dan is het echt van, ja, toen zat hij op zijn knieën bij de Italiaan. Ja, ik moest slechts nee zeggen. Dat gaat niet, hè, in een volle zaal. Maar, ja. Ja, trouw niet voor je 40 bent, hè, en alle geheimen van het huwelijk kent. Dus, Nee, meen je dat serieus? Had je dat zo bedacht? Nou, nee, maar ik wilde wel zo lang mogelijk vrijgezel blijven. Ik ben niet het traditionele figuur van huisje, boompje, binnen en kinderen, een beetje een kind. En je moet de waarheid natuurlijk tegenkomen, hè?
Dat is heel waar. Dus dat heb ik natuurlijk even geduurd bij hem, maar hij heeft het nu gevonden, dus ja. Ja, zij woonde hier aan de overkant en ik zag er wel eens voorbij lopen met de hond en ja, ik vond het wel een leuk vrouw. Dus. Nee, mijn eerste man die is 23 jaar geleden overleden en daar heb ik mijn zoon en mijn dochter van. En bij deze man die kende ik al heel lang. Mijn kinderen heeft hij van kleins af aan op zien groeien. Kijk. Mijn man zijn vriendin, die moet er ook bij. Het kan niet allemaal Elvis zijn, hè? Deze B-hanger, ja, die heeft mijn man voor me gemaakt. Ik had een doublé-hanger op een Elvis-dag gekocht. Hij zegt, die ga ik voor jou namaken in het goud. En briljant erin. Ik zeg, nou, je wil nogal wat. Dus dat is zo te zien aardig gelukt. Alleen briljant, dat heeft hij zelf niet gedaan, want dat is weer een vak apart. Maar het is er wel weer ingebleven. Dat heeft hij me heilig moeten beloven. Want ik vind het niet leuk als er iemand anders mee omloopt. Wat betekent dat? Dit is het logo van Elvis, taking care of business. Ja, goed. We zorgen goed voor elkaar. Hè? Dus, en als zij er goed uitziet, dan straalt het ook weer een beetje af op mij natuurlijk. Nou, het is gewoon zakelijk. Nee. Maar dat vind ik echt wel zo. Als een vrouw er goed uitziet en de man die ernaast loopt, dan straalt het ook een beetje af op hem natuurlijk. Want andere vrouwen denken dan bijvoorbeeld weer van zo. Dat is een lieve man of een charmante man. Het geen spijt hoor. Nee, zo, nee, absoluut. Heb je absoluut geen spijt dat je niet eerder aan begonnen bent? Eigenlijk wel, ja. Dat zegt hij ook steeds. Je had gewoon veel eerder toe moeten happen. Maar ja, ik ben niet zo vrij. En dus daar kwam het denk ik gewoon door. Maar ja, ik had geen 12 jaar alleen hoeven te zijn. Want, maar ja, het is niet anders. Ik haal het nou gewoon in. Opa is leuke peer, hè? Ja. Ja. Doet hij altijd raar. Doet hij altijd raar? Ja. Wat zegt hij dan ook weer? Kan u mij meegen? Ja. Wat zegt hij? Kan u mij meegen? Ja, opa had een gekke bekken trekken, hè? Ja. Ja. En die is weer gek van Marilyn Monroe. Heb jij dat nou ook thuis, al die verzamelingen? Nee. Maar ik ben... Wat ik wel van mijn moeder heb, is dat als ik iets verzamel, dan is het ook gelijk heel erg. Wat is dat toch met dat verzamelen van jullie? Ja, misschien dat Freud dat wel weet, ik weet het niet. Het is misschien, het is denk ik de heb, toch wel. Een soort sport. Ja, ook een bezigheid natuurlijk. Ik bedoel, zondags was vroeger voor mij de eerste dag van de week. En nu heb ik een doel. Nu zeg ik gewoon van, als ik niet naar het voetballen ga, nou, dan ga ik naar zo'n vlooienmaat. En je bent dan zo'n dag ben je gezellig bezig. Hè. Dus aanstaande liggen tot 11 uur op je bed en dan is de dag ook over de helft voorbij. Dus. En nu zijn we, hoeveel jaar verder? Bijna 20 jaar verder, hè? Man. Ja. En je woont daar niet meer? Nee, ik ben een paar jaar geleden gescheiden, overal. 2-3 jaar. En ben ik uiteindelijk in Vianen terechtgekomen, daar ben ik gaan wonen. En mijn vrouw die is in het huis blijven wonen, maar die is helaas vorig jaar november is overleden. En ja, dat was heel triest eigenlijk. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Ja. Hoe gaat het nu met je? Goed en niet goed, maar over het algemeen wel goed.
Ik heb, toen ik stopte met de zaak in 2013, toen kreeg ik een paar maanden later te horen dat ik de ziekte van Parkinson had. Ik vond dat een beetje eng in die zin. Ik wist helemaal niet wat dat betekende, de ziekte van Parkinson. En nu, na een aantal jaren weinig last gehad hebben, nou begin ik behoorlijke pijn te krijgen, heel veel pijn. Ik slik ook wel vrij veel medicijnen. Maar ja, ik ben toch nog wel gelukkig, zou ik zeggen. Ja? Ja. En je kunt nog van alles? Ja, het is niet meer zo soepel als in het verleden natuurlijk. Maar. Wat ik wel aan overgehouden heb is, aan die zaak is dat ik nog steeds als hobby dus sieraden maak. Zilver sieraden voornamelijk. Met emailleren erbij. En dat... Dat geeft mij heel veel voldoening en plezier. En daar maak ik mijn tijd zo'n beetje mee door, want werk hoef ik gelukkig niet meer. Dat is geen. Al 7-8 jaar niet meer. Dus nee, ik ben gewoon gestopt en met vervroegd pensioen gegaan als het ware. Ja. En nu is het echt je hobby? Een beetje sieraden? Ja, sieraden maken is een beetje mijn hobby. Ik vind het gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Ik had natuurlijk al die gereedschappen en dingen die je nodig hebt om als goudsmid en zilversmid te werk te kunnen maken. Hoe kijk je nou terug op die tijd? Want toen, ja, dat was toch wel in je bloeitijd, denk ik, zo'n beetje, ja, dat wij langskwamen? Ja, dat was zeker een bloeitijd. Alles was, het ging leuk in de zaak. Maar ja, uiteindelijk, aan alles komt een eind natuurlijk, hè. Dus, ik had toen van die jukeboxen staan en die zijn weg, maar ik heb inmiddels één van de twee weer, nou niet teruggekocht, maar hetzelfde model heb ik weer gekocht. Ja? Ja, en ik had natuurlijk een grote collectie horloges, reclamehorloges in die gang hangen. Dat was heel apart om te zien natuurlijk. Ja. Wat is dat toch met dat verzamelen van jullie? Ja. Dat Freud dat wel weet, ik weet het niet. Het is misschien... Het is denk ik de hemp. Elvis! Maar over het algemeen gaat het wel goed, denk ik. Ja, ja. Maar er is veel gebeurd, dus. Je bent het misschien nog een beetje aan het verwerken, of niet? Ja, in wezen wel natuurlijk, want ik ging scheiden. Het ging op een gegeven moment niet meer tussen mijn vrouw en mij, tenminste dat vond ik. En voor haar was het wel een behoorlijke schok. Maar ik denk dat zij ook een beetje moeite had met om te gaan hoe met mij, met mijn ziekte, zeg maar. En uiteindelijk zijn we dan gaan scheiden. En, heb je daar geen spijt van gehad? Nee. Nee, ja. Liever gelukkig en alleen dan ongelukkig met z'n tweeën. Dus nee, geen spijt van. Maar ja, wat ik wel heel erg jammer vind is dat ik niet de kans heb gekregen om... afscheid van haar te nemen, want ik wist niet eens dat ze ziek was. En ik kreeg pas later te horen dat ze dus een tumor had en dat ze daaraan overleden is. En dat heeft mij wel heel veel pijn gedaan, want het is toch de vrouw waar je 33 jaar mee samen woont. Dus, dat is nog maar heel kort geleden. Ja, sinds november vorig jaar is ze overleden en ik had er een tijdje niet gesproken, niet gezien. En toen kreeg ik in één keer een kaartje in de bus dat ze dus was overleden. En je kijkt je ogen uit, je ziet een kaartje liggen en dan zie je staan... Gerry is overleden en ze is 72 jaar geworden. En als je dan helemaal nergens van weet... Ja, dat is wel heel apart. Ja. Ik ben echt heel erg boos geworden dat de kinderen mij wat dat betreft gepasseerd hebben. Dus dat ze, dat ze mij niet hebben laten weten dat ze ziek was. Ik had misschien dan toch een beetje troost kunnen bieden en hoe dan ook. En ja.
Ja, dat is best wel heel gevoelig geweest. Ja, had het nog een beetje goed kunnen komen tussen jullie? Nee, dat niet. Nee, dat was een beslissing zomaar. Nee, dat weet ik zeker niet. Heftig, hoor. Ja. Maar kijk, weet je, het is, ik weet niet hoe andere mensen het hebben. Wij zijn niet scheldend uit elkaar gegaan. Ik heb nog helemaal gewoon zeggen, over en uit, ik hou ermee op. En dat was voor haar een soort van schok, denk ik wel. Ja. Had ze helemaal niet op gerekend. Maar ja, het kon gewoon niet verder zo. Ja. Dus, ja. Pijnlijk, hè? Ja, en zeker nu het contact natuurlijk ook met de dochter is dat wel hopelijk weer goed gekomen, maar met de rest van de familie denk ik niet. En, maar zijn dat jouw kinderen? Of, Nee, het zijn natuurlijk niet mijn kinderen, maar ja, goed, ik heb ze natuurlijk wel van kleins af aan meegemaakt, zeg maar. En de dochter was de dochter was mijn stiefdochter, maar dat was gewoon mijn dochter, zeg maar. En ja, dan, als dan nog even, als je dan hoort dat ze klaar met je is en dat ze contact wil verbreken en het daarbij wil laten. Ja, dat doet dan wel pijn. Maar goed, misschien is er een opening nu en ja. We zien wel wat de toekomst brengt. Woonde je nog hier toen dat pomp werd? Ja. Oké, maar ik ben je in de tussentijd helemaal nooit meer tegengekomen. Nee, maar ja, ik ben in Vianen gewoond en daar heb ik het ontzettend aan mijn zin. Dus, ja. Maar ik kom natuurlijk nog wel eens in Utrecht. Ja, maar je woonde hier een paar jaar geleden nog, of niet? Ja, ik woonde daar de tweede deur van links. Hè, dus, ja. Ja. Mis je het wel eens? Ja, de leuke momenten natuurlijk wel. Ja. Daar kan je wel om lachen. Maar. Ja. Nou ja, achteraf best wel positief geweest, jawel hoor. Ze hebben het glas in loods geloof ik gesteld, zie ik zo het bovenste raampje. Ja. Ja. Dat was ook vroeger de Iglo en ja. Later de Borent en dan is het geen loopwinkel. Ja, en de Borent hebben we nog niet meer. Hoe lang heb je hier gezeten? Met zaak? Met de zaak in 81 geopend tot en met 2014 dan. Oké. Ja. Dus hier leg je een stukje geschiedenis van jou. Behoorlijk, ja. Ja. Maar, okay. Dat is voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Ja, dat is het leven. Ja. Ja. Gelukkig hebben we nog een filmpje, Leen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Goed dat we langs zijn geweest om te filmen. Hè? Ja. Oké, en nou ga je mooie ringen maken voor Happy View, toch? Mooie magische ringen? Misschien nu wel. misschien komt er wat uit. Misschien komt er wel een magische gouden ring uit. Ja. Dat zou leuk zijn. Ben benieuwd. Dankjewel, succes. Oké, dankjewel. We spreken je hier. Ja. Hè?